De politie in Nijmegen heeft woensdagavond een opslagplaats voor grondstoffen voor drugsproductie aangetroffen. Dat gebeurde aan het Korenpad in Nijmegen. Volgens Robert Bouwmeester van de politie Nijmegen kwamen ze enkele vaten op het spoor naar aanleiding van een tip. We hebben vanmiddag een tip gekregen dat er mogelijk vaten binnen waren gebracht bij een bedrijfspand hier aan de Korenpad. Naar aanleiding van die tip zijn we hier ter plaatse gegaan. Daar hebben wij door een brievenbus kunnen kijken en kunnen constateren dat er inderdaad vaten in het bedrijfspand waren. We weten niet wat die vaten zijn, maar om het zeker voor het onzekere te nemen hebben wij de brandweer erbij gehaald om een meting te doen of er eventueel sprake is van gevaarlijke stof. Wat ik wel even wil benadrukken, dat we het belangrijk vinden dat mensen tips blijven geven. Omtrent verdachte situaties zien ze ergens vaten naar binnen gebracht worden of gedumpt. Laat het de politie weten, dan kunnen wij onderzoek doen. Volgens burgemeester Hubert Bruls is het aantal dumpingen van synthetisch drugsafval in Nijmegen de afgelopen jaren fors gestegen. Het aantal vondsten van synthetische drugs met een afval is fors gestegen de afgelopen jaren eigenlijk al. En dus ook terecht dat we onze inspanningen op dat front om het te voorkomen zijn gaan verdubbelen. Kijk, het opruimen moet natuurlijk gebeuren, maar de werkelijke winst kun je natuurlijk pakken door de veroorzakers van de afval op te pakken. En daar is onze inzet op gericht. Naar aanleiding van de recente drugsdumpingen maakte minister van Justitie en Veiligheid Vert Grapperhaus bekend extra geld en mankracht beschikbaar te stellen om deze praktijken aan te pakken. Volgens Bruls was de berichtgeving rondom die bekendmaking wat onduidelijk. Want ik denk dat de minister heeft proberen uit te drukken dat in de begroting, de Rijksbegroting, recentelijk is aangekondigd dat er extra geld gestopt gaat worden in de aanpak van ondermijning. Er komt een fonds van 100 miljoen euro. Ook dit deel van het land heeft er al plannen voor in gediend. En ik neem aan dat is een extra uitbreiding. Hartstikke goed. En ik denk dat hij daarop doelde. Want anders zou Sinterklaas wel heel vroeg het land zijn ingekomen. Als hij nu naar aanleiding van de Wezenhof weer extra geld. Ik zou dat wel sterk vinden. Maar ik denk dat we dan onze invloed wat overschatten.